30 augustus ga ik richting Cuba voor een operatie. Vandaar dat ik het verschrikkelijk druk heb, want u begrijpt, iedereen wil de president nog voor 5 minuten zien. Of wil nog een stuk getekend hebben voor hij vertrekt. 13 augustus, zo heeft de Heer behaagd, vertrek ik dus richting Cuba voor een operatie. Een buikhernia. Goed. Wanneer je de volgende persconferentie om te praten over de ontwikkelingen zoals de geldinzending vanuit Suriname die voor Nederland is aangeboden? Nou, de geldzending. We zouden er heel lang over kunnen praten, maar wanneer zaken bij het Openbaar Ministerie zijn, of laten we zeggen op de groene tafel, is het heel erg moeilijk om uitgebreid te gaan praten over wat er aan de hand is. Je zou jezelf in de vingers kunnen snijden, maar dus ik begrijp wel dat er behoefte is. Maar ik geloof dat de advocaten dat zouden appreciëren. Ik ben ervan overtuigd dat dit natuurlijk een politieke stunt is. Waarschijnlijk zijn er nog meer opkomst. Want ja, wat moet je anders met die boters doen, hè? Je doet wat je wil, je doet allerlei dingen. En welke vals berichten je ook in de ether stuurt, hij overleeft toch wel. En ik ga echt niet naar Cuba om de nier van Abraham, zoals het zo vaak in de terug te geven aan Abraham. Dus ik geniet eigenlijk van heel veel rare dingen die gezegd worden. Maar het is natuurlijk niet eenvoudig om een land te leiden. En zeker niet wanneer er zoveel steentjes in je schoen worden, men probeert te gooien. Maar ja, als dat het lot is van de president, dan moet je het maar dragen. Dat hoort bij je verantwoordelijkheid. En ik heb daar geen enkele problemen van. Hoe meer onzin ik hoor, hoe meer ik geniet. Hoe lang gaat u blijven in Cuba? Dat hangt van de artsen af.